eten. Tientallen fans, familie en vrienden stonden maandagavond op het station in Sittard de jonge dansers van Urban Dance Factory op te wachten. De Club van 10 deed afgelopen weekend mee aan het wereldkampioenschap in Glasgow en behaalde hier goud en zilver. Het team van de dansdocenten Chantal Hoebe won 2 keer goud met het duodansen en zilver bij het solodansen. Chantal Hoebe geeft aan op alle 10 dansers trots te zijn, want dit is immers waar ze het hele jaar naartoe hebben geleefd. Het is de 3e keer dat zij met haar dansers naar een WK is geweest en ook dit keer was het een toptoernooi, aldus Chantal. En wat deze groep kenmerkt? Ze hebben echt ontzettend veel energie en het doorzettingsvermogen om net daardoor te gaan waar andere dansers stoppen. Streekomroep Start feliciteert alle dansers die mee hebben gedaan aan dit geweldige toernooi.